De KSA en scouts van Oosterzeele zitten in zak en as. In de nacht van zaterdag op zondag brak brand uit in hun lokalen en op een half uur tijd werd alles volledig vernield. Voor enkele jongeren die het van nabij meemaakten was het flink schrikken. Wel, mijn eerste gevoel ging er eigenlijk vanuit voor zo snel mogelijk de situatie onder controle te proberen krijgen, want er waren hier dames van de scouts. Zij waren ook hier al ter plaatse. Zij waren ook helemaal van de kaart en eigenlijk mijn eerste doel was voor hun onder controle te krijgen, dat zij zeker op hun gemak zijn, knuffels geven, steun geven. Dat was heel onwerkelijk vooral. Het was moeilijk om te geloven, maar als je het dan zag, effectief, kwam het wel heel hard binnen natuurlijk. Want dat is voor iedereen een tweede thuis. Iedereen zit hier wekelijks of meerdere keren per week. Dus ja, dat kwam heel hard binnen. De jeugdverenigingen zijn niet alleen hun lokalen kwijt. Ook al het materiaal dat er opgeslagen lag, ging mee in vlammen op. Onze tenten, klein speelmateriaal, groter materiaal om op kamp te gaan. Dus ja, alles is weg. We zijn aan het proberen om alles terug op te starten. Maar er is heel veel solidariteit van de andere jeugdbewegingen in Oosterzeele die materiaal aanbieden. We kunnen lokale gebruiken, moest het nodig zijn. Dus er is heel veel steun. De jeugdverenigingen laten zich niet klein krijgen door de verwoestende brand. Er is meteen een crowdfunding opgestart en daar stromen de donaties en steunbetuigingen binnen. Op een dag tijd werd al meer dan 30.000 euro opgehaald. Ook de gemeente wil budget vrijmaken en zo snel mogelijk een oplossing vinden voor de jeugdverenigingen. We hebben ook al gisteren overleg gehad met een aantal mensen van beide verenigingen. En we proberen natuurlijk ook hun noden zo goed mogelijk in kaart te brengen en te kijken op welke mate dat we daarin kunnen inspelen. Sowieso zal het ter beschikking stellen van gemeentelijke infrastructuur, lokalen, buitenterreinen en dergelijke meer. Zeker aan de orde zijn en gaan we dat allemaal in het werk stellen om dat tegen dit weekend al klaar te krijgen. En ook de nodige opslagruimte voor eventueel materiaal dat zij ondertussen geschonken krijgen. Hoe de brand ontstaan is, is nog niet duidelijk. Een branddeskundige van het parket zal dat onderzoeken. Bij de brand kwam ook asbest vrij. Ook daar zal onderzocht worden hoe ver de asbestdeeltjes zich verspreid hebben en hoe ze verwijderd kunnen worden. Voor de KSA en de scouts is het een klap, maar van opgeven is geen sprake. Sowieso zijn we al aan het zoeken voor een school, het weekend daar te mogen zitten en onze opslag ergens anders te doen en onze vergaderingen bij mensen thuis te doen. Zodanig dat wij wel gewoon echt onze werking zo snel mogelijk kunnen voortzetten, want dat is wel echt ons hoofddoel. Bij ons stonden sowieso de komende twee weekends scoutsweekenden gepland voor de leden. Dus die komen nu eigenlijk op zich heel goed uit. Dus we gaan die ook gewoon laten doorgaan op verplaatsing zoals die gepland waren. En binnen twee weken is dan de eerste normale vergadering terug. En daarvoor zijn we nog aan het kijken voor oplossingen via de gemeente ook voor andere locaties.